En dan nu over de bevalling. Hallo, goedemorgen allemaal. Het is maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want de scholen zijn weer begonnen. De vakantie is eindelijk afgelopen. En in het begin van de vakantie vond ik het echt heerlijk dat hij begon. Maar nu vind ik het ook weer heerlijk dat hij weer is afgelopen. Jola, die ga ik zo naar school brengen. En we gaan er weer tegenaan. Ben jij trouwens al geabonneerd? Wil ik heel even snel een keertje in het begin vragen. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het dan zeker even hier. Dankjewel. En dan gaan we nu verder met de dag. Ik ga een zwangerschapsupdate voor jullie doen vandaag. Weer eventjes straks op de weegschaal staan. Enzovoort, enzovoort. Je kent het wel. Ik zit nu op 29 weken. En ja, ik wil ook nog heel eventjes hebben over de bevalling. Want daar zijn best wel vaak vragen over en heb ik eigenlijk nog helemaal niet zoveel over verteld. Hey, ik heb het koud in de auto. Ik heb wel zin in school, maar aan de andere kant ook weer niet. Het is nog zo donker, hè? Ik ga naar school later. Yes guys, beter kan de maandagochtend niet beginnen en dat is bij de action. Ik ga even van alles inslaan wat ik nodig heb om heel veel schoon te maken. Wasmiddel, je kent het allemaal wel. Staat in mijn lijstje. Ik ben het even kwijt, maar het staat in mijn lijstje. Ik moet even. Oké, ik ben bij stop 2. Albert Heijn, ga ik even boodschappjes doen. Hamsteren. Dat heb ik net trouwens bij de Action ook gedaan. Behoorlijk gehamsterd. Want ik dacht ineens, oh ja, ik moet ook al het verf halen nog. Voor op zolder, voor de kozijnen die ik daar ga doen verven. Dus nou, die heb ik gehaald. Let's go. Echt super goed trouwens. Ik zie dat ze nu ook amandelmelk gewoon van Albert Heijn zelf hebben. Het is pas de eerste keer dat dit mij opvalt. Maar deze is tweede gratis nu, dus ik ga nu nog even hiervoor. Maar very good dit. Om reclame te maken of dat dit gesponsord is of wat dan ook. Maar ik heb even heerlijk gehamsterd. Want ik maak er altijd een beetje een spelletje van. Volgens mij stond op dit moment stond mijn record op €40 aan voordeel. En ik heb nu eigenlijk had ik voor €174 boodschappen gedaan. Maar ik heb maar 109 betaald. Dus ik heb totaal €64,35 bespaard. Wow. Nou, dit is toch echt een record. Handig toch? Zeker voor een zwangere nesteldranger. Oké, jongens, de buik voor today. Ja, ik heb nog wel mijn sportkleding aan, omdat ik bij de fysio ben geweest. Dit is een sportlegging van Esprit. Daar ben ik echt heel erg blij mee, want die kun je dus ja, heerlijk helemaal omhoog trekken. Maar de 29 weken buik. 75 blijf ik een beetje ophangen nu. Deze heb ik trouwens net bij de Action gekocht. En dat zijn hele leuke bamboe bedroom baskets. Maar die lijken maar wel heel erg leuk voor in de babykamer straks. Dus ik dacht, die neem ik gewoon vast mee. Dit is echt zo'n mooi formaatje waar je de luiertjes allemaal in kan ordenen. Misschien gewoon in de la hoor, dus misschien zie je ze helemaal niet. En deze, die koop ik ook wel vaker bij de Action. Die vind ik altijd echt super handig om dingen in te ordenen. Dus ik dacht, die neem ik ook vast even mee. Kijk, dat heb ik ook bijvoorbeeld zo in mijn keukenla. Dit zijn allemaal bakjes van de Action. Zo heb ik dan alles, een soort van geordend. Oké, ik had eigenlijk zoiets van, ik ga me even omkleden en zo. Maar die sportkleding zit eigenlijk wel lekker. Ik hou het gewoon de hele dag aan. Waarom ook niet? Ik ben toch zwanger, dus ha, mag lekker. Ik ga even het boekje invullen. Oh ja, iemand vroeg welke het is. Nou, het is dus deze. Kan niet missen, toch? Die kun je volgens mij overal kopen. Ze hebben er ook echt van alles van. Ik heb hem gekregen van een vriendin. En daar ben ik heel blij mee. Kirsten. I've got a story, I'm waiting to tell you. It's all about you and it's all ja, de bevalling. Daar zal ik het nog even over hebben met jullie. Ik heb trouwens gisteren ook een Q&A geplaatst. Die is een extra video online gekomen. Ik zal hem hier even droppen. Dan kunnen jullie die ook nog bekijken als jullie die niet hebben gezien. Daar komen allerlei andere vragen weer voorbij over de zwangerschap. En dan nu over de bevalling. Ik heb eigenlijk nooit iets van een video gemaakt of iets verteld over mijn bevalling van Jola. Het is dan ook alweer 8 jaar geleden. Dus en mijn zwangerschap is nu
ook anders. Dus het kan ook gewoon heel anders zijn dan dat het toen is gegaan. Toen heb ik het een beetje in het midden gelaten. Maar ja, ik durfde niet helemaal te zeggen dat ik thuis wilde bevallen. En toch is het gebeurd. Thuis gaan bevallen, ja, dat zou ik wel willen. En op dit moment ziet het er ook naar uit nog dat het kan. De reden dat ik dus van Yola thuis ben bevallen, dat was ietsjes anders. Het was niet afgesproken dat ik naar het ziekenhuis zou gaan. Ik had het wel een beetje in het midden gehouden. Maar het was in een flat. Het was niet super dichtbij een ziekenhuis. Dus ik vond het ook nog wel een beetje, ja, een beetje engig om voluit te zeggen, ik ga thuis bevallen. Maar uiteindelijk kwam de verloskundige binnen. En puntje bij paaltje had ik geen tijd meer om naar het ziekenhuis te gaan. Want ik had al, drang om de baby eruit te werken. Dus eigenlijk kwam de verloskundige net op tijd binnen. Ze kon Yola een soort van bijna opvangen. Niet dat ik niet heel hard mijn best moest doen voor. Want ik zat in een weerstorm. En ik weet het allemaal niet meer wat er allemaal is gebeurd. Maar het moest er in ieder geval uit. En dat is dus ook thuis gebeurd. In een flatje. Een heel onhandig bedsteebed. En het was allemaal super onhandig. Maar de ervaring van thuis bevallen vond ik wel echt super fijn. Want je bent gewoon lekker in je eigen huisje. Je kan je eigen douche instappen. Mensen komen allemaal naar jou toe om alles te regelen. Maar ja, ik kan het ook niet vergelijken met ziekenhuis. Want daar ben ik nooit bevallen. Dus ik weet het niet hoe dat gaat. In ieder geval, dat is dus de reden dat ik heel graag thuis zou willen bevallen. Omdat ik het heel prettig vind om in een prettige omgeving te zijn. Vertrouwde omgeving. Mijn eigen bed. Mijn eigen alles. Ja, en verder is het gewoon maar afwachten hoe of wat. Want ja, you never know. En ik was vanochtend natuurlijk naar de fysio geweest. Ik vergeet helemaal te vertellen hoe dat ging. Het gaat goed met mij. Ik weet goed welke oefeningen ik moet doen. Ik voel mijn bekken wel. Maar niet meer dan dat ik in het begin deed. Dus het is niet iets wat steeds erger wordt. En ja, ik leer mijn lichaam steeds beter kennen op die plekken. Dus ik weet wat ik wel en niet mag doen. Of beter niet kan doen. Zo, vandaag eten we vega burgers met sausje, zoete aardappel en broccoli. Superleuk, kleertjes van Evie voor Yola. Woep woep, woep woep, woep woep. Kleertjes van een vriendin van mij, haar dochter.